Mijn naam is Suus en welkom bij Vlog 13. Ik zit op een andere locatie dan normaal. Ik ben namelijk even 3 dagjes thuis aan het werk. Waarom? Bas is namelijk 3 dagen aan het filmen in Duitsland met zijn compagnon Fred. De laatste spullen opladen. En hier staat dan alle gear. En dan gaan we op naar Duitsland. Wat mag ik dan in de tussentijd doen? Ik mag nu dus eventjes 3 dagen lekker werken aan mijn stageverslag. Want ook ik moet eraan geloven. Stageverslag. Maar ik ben eraan begonnen. En hoe? Ik ga het namelijk groots aanpakken. Maar ja, dat moet ik natuurlijk niet te hard zeggen, want alle leraren zien dit filmpje ook. Wat moeten wij als Sint-Lucassers doen aan je stageverslag in het derde jaar? Heel veel. Het is de bedoeling dat je in duidelijke lijnen laat zien wat je gedaan hebt, in welk bedrijf je hebt stage gelopen, wat je allemaal geleerd hebt, wat het resultaat ervan is. Sterke punten, zwakke punten en nog wat andere dingetjes. En dat moet allemaal op een leuke en creatieve manier gepresenteerd worden. Het mag van alles zijn. Een poster van maken bij wijze van, of een boekje, ja, of een website, of een video. Als er maar alle informatie in staat die gevraagd wordt. Wat ik als idee heb voor mijn stageverslag, ga ik jullie natuurlijk nog niet vertellen. Dat zien jullie wel als het klaar is.